Hoi, mijn naam is Elle. Ik ben inbound marketeer bij Bureau Vet en ik wil je vandaag wat meer laten zien over de Sales Hub van HubSpot. Nou, zoals je kunt zien zijn er verschillende functionaliteiten waar je gebruik van kunt maken en ik loop ze vandaag even allemaal met je door. Nou, het eerste onderdeel waar ik op in wil zoomen is het onderdeel Deals. In dit onderdeel zie je eigenlijk alle deals die in het systeem staan weergegeven. Het overzicht waar ik nu voor heb gekozen is een lijstweergave en hier zie je eigenlijk alle deals onder elkaar. Omdat dit natuurlijk een testomgeving is, staat er nu nog maar één deal in, waardoor dat je nog maar één deal kunt zien. Je kunt er ook voor kiezen om de deals op een andere manier weer te geven, dus dat je ze per fase van het salesproces weergeeft. Hierdoor heb je meer overzicht in welke fase dat een deal zich bevindt en heb je ook een beter vooruitzicht met hoe dat ervoor staat. Maar als je dan een deal openklikt, dan kun je de verschillende details bekijken van het deal. In het linkerscherm zie je met name inderdaad de algemene informatie, in welke fase bevindt een deal zich, wat is de close datum, in welke pipeline bevindt hij zich, etc. In het middengedeelte zie je meer de communicatie rondom de deal. Wie heeft er contact gehad over deze deal, welke vragen zijn gesteld, etc. Zoals je kunt zien, kun je notes toevoegen, je kunt e-mails koppelen aan een deal, je kunt telefoongesprekken registreren en je kunt specifieke taken aanmaken waar je reminders voor krijgt. En in dat rechtergedeelte zie je eigenlijk alle geassocieerde contacten en bedrijven weergegeven. Nou, als we dan even inzoomen op het taskgedeelte, dus de taken. Je kunt in HubSpot heel makkelijk filteren op alle taken die voor een gebruiker openstaan. Nou, in dit overzicht zie je dus alle taken die op mijn naam openstaan. Er zijn drie openstaande taken, waarvan dat er eentje ook gekoppeld is met Slack. Nou, Slack is een tool die wij intern gebruiken. En zoals je ziet krijg ik nu op 6 januari een melding in Slack dat ik een taak moet uitvoeren. Daarnaast kun je gebruik maken van de documenten. In de documentomgeving kun je eigenlijk standaard documenten opslaan. Denk daarbij aan algemene voorwaarden, productomschrijvingen, etc. Hierdoor is het heel erg gemakkelijk voor salesmedewerkers om de juiste documenten te pakken en mee te sturen bij bijvoorbeeld een e-mail. En gebruikt ook iedereen dezelfde documenten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om meetings te plannen. Nou, deze tool geeft je de mogelijkheid om klanten zelf of prospect zelf afspraken te laten plannen in jouw agenda. Het werkt eigenlijk als volgt. Je maakt een link aan. Personen klikken op die link en komen dan in jouw agenda terecht. Nou, dit voorbeeld is van mijn collega Erik. Hier zie je zijn agenda en op welke momenten dat je hem kunt benaderen voor een afspraak. Nou, naast de meeting hebben we ook nog de playbooks. De playbooks zijn eigenlijk zo gebruiksaanwijzingen of processen die je door kunt lopen als medewerker om een bepaalde deal verder te brengen. Nou, je kunt telefonische playbooks maken, maar je kunt er ook voor kiezen om mail playbooks te maken. Je kunt helemaal zelf bepalen wat je erin kunt zetten, maar je kunt bijvoorbeeld ook een voorbeeld telefonisch playbook van HubSpot kiezen en die natuurlijk aanpassen naar je eigen standaarden. Voordeel hiervan is dat iedereen dezelfde vraag stelt, dezelfde volgorde in het proces volgt, waardoor dat iedere klant ook op dezelfde manier behandeld wordt. Nou, dit is even heel kort alle mogelijkheden van het Sales Hub van HubSpot. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel mogelijkheden met het HubSpot CRM, het marketinggedeelte en het automationgedeelte. Deze leggen we heel graag uit in andere demo-video's. Mocht je verder nog vragen hebben over het salesgedeelte, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Wij leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn en geef je eventueel een 1-op-1 demo. Nou, mocht je nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.